park bestaat eigenlijk uit eten gaan en blijven slapen op topniveau. Maar voor een hele toegankelijke en betaalbare prijs. Voor iedereen, geen drempel. Zodat iedereen kan genieten van de kwaliteit die we leveren. Natuurlijk met energie en met gas en licht om te gaan. Daar verstandig mee om te gaan. Dat niet de hele dag alles staat te loeien en bijvoorbeeld met lunch gewoon dat het fornuis uitgaat en 's avonds weer aan. Dus, ja, als je die kleine, ja, dat is goed voor de portemonnee, maar ook voor de duurzaamheid. Ja, we hebben natuurlijk een hotel met 14 kamers, een restaurant met meer dan 150 zitplaatsen, personeel ruim 30 vast. Ja, dan moet je natuurlijk wel gewoon op alle facetten, op inkoop, energie, afvalverwerking, hergebruik, dat soort dingen letten. Dus het is ontzettend belangrijk. Ja, fantastisch. Het verbaasde me eigenlijk, want als je had gezegd, ze zijn het 100.000ste laadpunt, dan had ik je ook geloofd. Want ik denk namelijk dat er in de komende tijd alleen nog meer laadpunten bij zullen komen. En dat jullie een verdubbeling zullen zien binnen afzienbare tijd. EV-box is voor ons eigenlijk een hele logische keuze geweest. Wij werken met BMW Nederland en BMW Den Haag samen. Waarbij we een i3 hebben die we aan hotelgasten kunnen uitgeven. Waar ze de stad mee kunnen verkennen. Scheveningen, Den Haag of de Bollestreek doen veel natuurlijk arrangementen met Keukenhof. Daarnaast hebben we nog een service met de nieuwe 7-serie, die hybride is. Waar we mensen van het vliegveld mee op kunnen halen of weg kunnen brengen. Of thuis op kunnen halen, weg kunnen brengen. Dus de samenwerking met BMW Nederland, die eigenlijk in het buitenland veelvuldig wordt gebruikt door andere merken, maar ook BMW. Zo zijn wij bij EVBox uitgekomen als het gaat om elektrisch rijden. Ik denk dat je in deze tijd eigenlijk als hotel waar mensen kunnen overnachten of als restaurant waar veel gasten komen, dat het niet meer kan ontbreken aan een laadstation voor elektrisch rijden. Of het nou hybride is of volledig elektrisch. Het is de toekomst, dus daar zal je in ieder geval in mee moeten gaan. En het is een extra service die je faciliteert aan je gasten, of het nou hotelgasten zijn of restaurantgasten, of buurtbewoners, want ook zij maken er gebruik van. Dat moet gewoon.